Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag, geloof ik, woensdag 27 augustus. En vandaag krijg ik visite. De lieve, lieve Lindsay komt samen met haar man en haar schattige dochtertje hier naar het huis kijken. En vandaag gaat ook de keuken, het eerste stukje van de, ja, hoe zeg je dat? De verschrikkelijke keuken die we nu hebben, zo noem ik hem maar gewoon even. De verschrikkelijke keuken gaat vandaag een koof ingeplaatst worden. Ik ga het even laten zien wat ik bedoel. Hier is de keuken. We hebben hem net helemaal leeg gehaald. Dus hier staat alle inventory van de keuken. En die gaat even een stukje naar voren gehaald worden. Zodat daarboven een koof kan komen met spotjes. En ook hier komt een koof, want we hebben hier twee dadelijk inbouwkasten. Dus dat is het project van vandaag. Dus ik ga even de overview laten zien. En dan straks het eindresultaat van de hele dag. Tadaa! Dus hij komt heel dicht, als je zo doet, dan zit je heel dicht, je moet hem best wel ver weg houden. Ja, dat doe jij ook. Als je start met filmen, zo. Ja. Normaal doe ik zo, maar dan is het wel heel erg dichtbij zo. Dag 2 van de koof maken. Dit was gisteren gemaakt. Vandaag komt daar nog een stukje koof. Wil je er niet op? Hallo daar, het is 1 september. En morgen wordt eindelijk de vloer gelegd hier beneden. En ik ben zo blij daarom dat die eindelijk wel gelegd wordt. Dus ik ga jullie even laten zien wat we nu moeten doen. En donderdag krijgen wij een logeetje. En ik heb net dit campingbedje heb ik van mijn tante gekregen. Hebben mijn ouders gebracht. Ik heb daar een matrasje voor gekocht. Dat het lekker kan. Ja, dat ligt lekker. En de rest van de spullen heb ik nu even in de wastrommel gedaan. En dat ga ik jullie dus nog laten zien. Wat ik allemaal gekocht heb bij de IKEA. Zo ook een gordijn. En gordijnrails. Dit is een rolgordijn. En ik heb nog... hoe heten die dingen... Ja, gewoon hanggordijnen. Dus die heb ik ook nog. En die ga ik deze week ophangen. Want donderdag komt Flynn slapen. Hier. Dus dan moet het wel een beetje donker zijn. Maar dat beloof ik jullie nog later in de vlog. Dat ik dat laat zien. Ik ga nu eventjes naar beneden lopen. Ja, ik heb helemaal geen volgen hoor. Het zijn ze echt niet overal waar ik ben, wil zij ook zijn. Kijk, hier zit het, de was... In de trommel voor de eerste keer even wassen. Dan stinkt het niet naar viezigheid. Op 60 graden is het meteen helemaal schoon. En dan ja, we hebben natuurlijk de boel ingericht hier. Zodat we hier konden leven de afgelopen weken. Doe eens rustig meid. Nou, dus ik was bezig met de stoelen wegbrengen. Dus ik ga dit helemaal leeg maken. Zodat dit morgen leeg is om de vloer gelegd te hebben. Daar heb ik heel veel zin in. Dus daar ga ik nu mee verder. Goedemorgen, 2 september. En ik ga jullie even het laten zien wat ik zou laten zien. Dat is namelijk het bedje van Flynn en Christian als die komt slapen. Ik heb er nu een dekentje liggen. Die is meer voor Christian. Ja, dit was een soort pakketje. Dat hoeslakentje en die dekbed overtrek. Ja... Dit is echt een bedje waar ik in wil liggen. Ik ben er alleen veel te groot voor. Nou, ik heb dus een matrasje gekocht en een kussentje. En dan is dit het complete bedje voor Flynn. Dan zijn we hier aangekomen. Vanochtend hebben Nicky en ik alle meubels buiten gezet. En is het weer leeg. Oh ja, en in de vensterbanken natuurlijk.
Dus hier is het helemaal leeg en echo-achtig. Even een fotootje maken met voor en na. Maar dit is in ieder geval voordat de vloer ligt. En dan hoop ik dat vandaag vloerloods komt. Ja, ze hebben beloofd dat ze komen, dus ik hoop dat ze nu wel hun afspraak nakomen. En dan ziet het er straks anders uit. Dit is zo'n doorn in mijn ogen, deze keuken. Oh, wat is die lelijk. De gaten zijn wel ingevreesd overal voor het plaatsen van de nieuwe keuken. Ook in de grond, in de vloer. Maar ja, het is nu, we hebben daar twee kastjes te minder. En dit zijn eigenlijk alle kastjes. En ja, het is eigenlijk veel te krap. Maar goed, ik ga nu even de afwas doen. Dan is het dan al een stuk beter, denk ik. Dus we gaan het eventjes ietsjes beter maken. Iets minder een doorn in het oog. Maar oh, oh, oh. Wat kan ik hier slecht tegen? De man van de vloer is aanwezig. En hij heeft de vloer geschuurd en gelijmd. En nu ga ik eventjes een tussenshot laten zien hoe ver het er nu uitziet. Even vanuit buiten. Daar zie je al de kleur. Volgens mij moet de lijm nog even drogen. Maar dat is de kleur van de vloer. Donker, hè? Oh, ik ben zo benieuwd hoe dit eruit gaat zien. In de tussentijd ga ik hier een gordijntje ophangen. Dit gordijn voor dit raam, zodat het duister is. En ik ga dat lekker niet vloggen, want dat wordt helemaal niks natuurlijk. Dat is echt puzzelen. Dus dat ga ik nu proberen en hopelijk lukt het. Maar dat zien jullie in het volgende shot. Ik ben best wel een beetje trots, want het is gewoon gelukt. Kijk aan. Een beetje tegenlicht heel veel, maar... We hebben hier gewoon een werkend rolgordijn. Hoppa. En zo gaat hij omhoog. Ziet het ook. Yay. Het lukt. Bijna helemaal in mijn eentje gedaan. Nicky heeft me geholpen met het op maat slijpen. Maar klopt perfect. We zijn aangekomen bij het moment suprême. Waarbij ik de na-shots laat zien. En het is altijd wel leuk om eerst even voor... het vooraf te laten zien. En dat zie je nu hier. En dan gaan we door naar onze nieuwe vloer. En zoals je kan zien, oh, weer een hik, is het een PVC plakvloer geworden. In een houtlook, donker hout en dan visgraat. Dat is wel iets wat je niet veel ziet, zo'n donkere houten vloer in PVC. Ja, nou ja, het is gewoon... Best wel uniek en ook best wel een eye-catcher, vind ik. En ik ben heel blij ermee. Het was even een hele tijd geleden dat we de vloer hebben uitgezocht. Dus ik ben best wel... Ja, ik was best wel benieuwd hoe het er ook weer uitziet. En ja, ik ben erg tevreden. Dus dat is een leuke noot om de vlog mee af te sluiten. Ik weet niet of hij op beeld ook zo donker is als dat hij in het echt is. Maar ik vind hem... Ja, hij is best wel donker. Ik vind die zwarte paal in onze woning ook heel mooi erbij staan. En er komen meer zwarte elementen in ons huis. Dus ik ben heel benieuwd als het dadelijk helemaal compleet is. Voor nu is deze vlog tot een einde gekomen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. We gaan vanaf volgende week beginnen met de keuken plannen. En... In die reis ga ik jullie ook meenemen in deze vlog. Dus ik zie jullie volgende keer bij een nieuwe vlog over de verhuizing en verbouwing. En dan gaat de focus zijn op de keuken. Dus dat wordt leuk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.